Hey, kijkers en luisteraars, ja, want ik zie het ook op YouTube. Um, dit is alweer de 22 e aflevering. Ik ben, ik ben in september 2022 begonnen met deze podcast. Het is echt superleuk om de feedback van luisteraars en kijkers te ontvangen. En ook vragen van jullie. Dus een van de vragen die deze week binnenkwam, die speelde ook thuis bij ons gezin. Dus ik dacht, ik ga daar eens even een aflevering over maken. Namelijk, uh, mag je je kind thuis houden als je kind stress heeft? Nou, ik had van de week onze dochter van 16 naar een coach gebracht. Want ja, ik kan mijn eigen kinderen niet coachen. En zij is echt zo'n. Ja, eigenlijk typisch zo'n meisje wat ik veel in mijn praktijk heb. Um, uh, waarvan ik er veel in mijn praktijk heb van die leeftijd. Vierde, vijfde klas, zesde klas soms ook. Um, heel veel druk van alle SE's, alle examens, de toetsdruk. Het goed willen doen, het willen presteren. En um, thuis is ze dus heel ge. ...disciplineerd bezig, ook op andere vlakken. Ik moet ook echt uitkijken dat dat met eten en zo goed gaat of met sporten. Dus dat is echt wel een strebertje. Dus ik dacht, ga jij maar eens met iemand anders praten. En misschien ook even EFT doen, want dat teppen... Dat, ...dat doe ik met kinderen in mijn praktijk. Maar met je eigen kind is dat toch anders. Dus het was voor mij ook een leuke ervaring... ...want ik bracht haar dus naar iemand. En uh, moest ik zelf een uurtje gaan wandelen... ...en voor de deur weer wachten tot mijn kind weer naar buiten kwam... En dat was wel leuk, want dat zie ik natuurlijk hier in mijn praktijk elke keer, dat ouders zetten hun kind af. En nu kon ik eens ervaren hoe het voelt als je kind dan bij iemand zit. En uh, ja, dan is het ook spannend. Wat wordt daar allemaal besproken? En gaat, gaat zij mijn kind fixen? Gaat ze mijn kind helpen? Dus toen na afloop kwam ik daar weer ophalen en hebben we een nagesprekje gehad. En een van de tips die, die mevrouw gaf aan onze dochter, ze zei het helemaal glunderend, onze dochter, ja... Als ik een dagje te druk ben en, uh, en ik, heb, ik voel dat ik aan mijn grens gekomen ben, dan, dan moeten jullie mij gewoon ziek melden. En dan mag ik een dagje thuis gewoon heel goed gaan leren, zodat ik weer helemaal bij ben. Oftewel, ik, heb, uh, ik mag af en toe een baaldag of een snipperdag. En uh, ik, dat, dat doen wij dus eigenlijk niet. En ik ken wel ouders die het wel doen. En ik vond het wel verrassend dat ik nu deze tip meekreeg als moeder. En ik ging er eens over nadenken, want eigenlijk zit er bij mij een angst onder. Want die kinderen zie ik ook in mijn praktijk. van ja. als ik eenmaal mijn kind een dagje thuis hou. Uh, volgende keer weer. en bij elke scheet blijven ze dan thuis. en dan gaan ze helemaal in het vermijden. en willen ze helemaal niet meer naar school. He, ik zag al in mijn beeld van ja, maar dat wil ik niet. En wat die mevrouw toen zei, dacht ik. ja, dat klopt ook wel. Die zei: niet bij dit soort kinderen. En dat zijn dus de kinderen die heel gedisciplineerd zijn... die heel goed kunnen plannen, die, die, die het gewoon heel goed willen doen. En op de lange termijn zijn die steeds over... Ja, ze zijn nu steeds over hun grens aan het gaan. Van, uh, hè, ze gaan slechter slapen, want ze voelen stress. En ze, ze voelen... Ze, 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 vo, ze moeten dit, ze moeten dat. Hè, als je dan opgroeit als volwassene die ook steeds maar doorbuffelt... dan loop je ook een grotere kans om burn-out te raken. Dus deze meiden moeten juist heel erg gaan voelen waar ligt mijn grens. En dat betekent niet dat ik dan lekker op mijn bed ga hangen, maar bijvoorbeeld een dagje thuis werken. Een dagje even alles goed leren en dan kan ik goed voorbereid naar die toets. Dus voor mij was het wel een eye opener dat ik dacht ja, ik moet daar niet zo rechtlijnig in zijn. En ik ken ook de andere kant. Ik heb ook een aanmelding in mijn praktijk van een kind in de brugklas dat nu al niet meer naar school wil. En ook niet meer terug naar school wil omdat er dan een berg toetsen ligt te wachten. En dat is vaak uh, het risico wat je gaat lopen. Ga je je kind thuis houden bij toetsen, dan moet die toets een keer ingehaald worden. En uh, ja, vanuit school gezien is dat logisch, want je hebt zoveel toetsen in een jaar en die moeten wel een keer gedaan worden. Ik heb wel eens een training op een middelbare school gegeven. En daar zat ook een meisje van de derde klas. Ze zei dat ze weer. Een paar uurtjes per week naar school ging. Daar speelde blijkbaar iets zwaars, waardoor ze thuis was gebleven. En ze zei: Ja, ik moet nog tien proefwerken inplannen in overleg met mijn mentor. Maar het idee dat die tien nog ingepland moesten worden, gaf haar echt heel veel druk. Dus als zoiets aan de hand is, dan moet je echt een gesprek met school, met de mentor, uh, met misschien het zorgteam op school. Er zijn gewoon mensen die hier. Ja, bekend mee zijn, die snappen hoe dit werkt bij kinderen. En dan moet er een soort van plan komen van dit kind. Hè, maar we hebben het nu even over een thuiszitter, dat is weer wat anders dan iemand die een snipperdagje neemt. Maar kinderen die weer moeten reïntegreren, dan is het net als op je werk, dan kan je ook niet meteen een bergwerk voor je neus krijgen, want dan val je meteen weer uit of je gaat in de vermijding. Dus. Uh, ik vind het zelf niet zo'n goed idee om een kind thuis te houden op dagen dat er toetsen zijn. Zo van, nou dan gaan we jouw werk een beetje verdelen over de tijd en je haalt het wel een keer in. Want altijd als je het moet inhalen zijn er ook weer andere toetsen. Maar ik vind het wel een goed idee. Wat nu werd voorgesteld over mijn dochter: van stel je hebt over een week een toetsweek. En je voelt je zo gestrest. En je, je hebt het idee als ik een dagje thuis zit, kan ik het allemaal veel gestructureerder leren en dan voel ik me weer lekkerder in mijn lijf zitten... dat dat dan een dagje thuis op zich niet zo'n heel groot probleem is. Dus ik ben er wel ja, van gedachten veranderd op dat vlak. Ik denk dat, um, je, dat je heel goed moet kijken naar het type kind. Bij mijn andere kind zou ik het juist helemaal niet doen. Dus kijk ook hoe je hier als ouders in staat... en ook wat je intentie is. Heb jij heel erg het idee van oh, anders gaat mijn kind een onvoldoende halen en niet over... dan is dat een andere energie dan... ik moet mijn kind leren om goed met haar eigen grenzen om te gaan... om, om goed uh, de verantwoordelijkheid te nemen... maar ook op de juiste momenten rust te nemen. He, dan is dat een hele andere intentie. Want uiteindelijk is jouw rol als ouder... om jouw kind ja, te, te leren, te coachen in dit leven... van hoe ga je om met druk, hoe ga je om... Met nee zeggen, hoe ga je om met grenzen aangeven, hoe krijg je jezelf rustig, hoe doe je dat allemaal. Dat is fijn als je daar als vader of moeder mee kan helpen. En soms is dat juist ook een zetje geven. van hè, een, een brugklasser die al niet meer naar school durft, denk ik, die heeft misschien ook gewoon een zetje nodig. Ga het gewoon ervaren. Soms hebben ze een beetje koud watervrees of vinden ze het allemaal zo spannend, maar. Ja, je leert dingen ook vooral door te doen. Maar als je de intentie hebt en zelf die druk voelt van straks zakt ze voor de eindexamen, straks haalt ze slechte cijfers, dan is dat je eigen angst. En dat is weer geen lekker gevoel om aan je kind mee te geven. Dus voel ook bij jezelf heel erg um, van, uh, ja, hoe je er zelf in zit. Wat jouw eigen staat hierin is en of dat nog iets uit jouw verleden is, wat je nu met je meeneemt en wat je weer. Bovenop je kind eh, dropt. Of ben je echt heel goed naar je kind aan het kijken van hoe wil ik dat deze persoon later in het leven met druk omgaat. En heeft je kind dan af en toe een zetje nodig, een positieve aanmoediging. Misschien een beetje hulp bij het leren. Of heeft je kind het juist nodig om op tijd grenzen aan te geven? Misschien heb je dat zelf bijvoorbeeld nooit geleerd. En is het handig als jouw kind dat nu in de puberteit al wat beter leert. En ja, ons, onze dochter was echt helemaal opgelucht toen ze daar vandaan kwam. En ik was natuurlijk ook weer helemaal opgelucht. Want ja, ze kwam wel bij een coach vandaan. Dus ik was heel nieuwsgierig wat ze daar allemaal gedaan had. En weet je wat het erge is? In de auto zei ze, die mevrouw begrijpt me tenminste. En toen dacht ik als moeder, wat? Die mevrouw begrijpt me tenminste. En ik dan? Maar dat zei ik niet, want ik dacht, dat is goed... Als kinderen bij mij in de praktijk komen, dan zeggen ze dit ook tegen hun moeder. Die mevrouw begrijpt me tenminste. En dat is lekker makkelijk, want als coach ga je veel meer naast een kind staan van ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. En ik snap het ook heel vaak wat, ik, wat een kind bedoelt. Terwijl als moeder met je kind zit daar weer een hele andere laag tussen of zo. Het is heel raar. Dus ik snap heel goed dat mijn dochter dat zei. En ik voelde de neiging om in de verdediging te schieten. Maar ik zei, ja ik vind het ook een hele goede, prof, ja, een goede coach, die mevrouw. Dus ik heb er gewoon in, die, in dat gevoel gelaten van hé, hé, eindelijk heb ik iemand gevonden die me helemaal begrijpt. En het was wel een heel mooi gesprek in de auto op weg naar huis. En ik denk dat één sessie daar genoeg was. En dat merk ik ook bij kinderen in mijn praktijk. Soms komen ze maar één keer. Of dan hou ik nog even contact met het kind. En na een paar weken gaan we nog een keertje van hoe gaat het nu. En uiteindelijk, wat een kind vooral bij zo'n coach leert, is nadenken over hoe doe ik nou eigenlijk de dingen die ik doe. En eigenlijk is een heel groot stuk bij stress over school ook hoe leer ik nou eigenlijk. Um, en daar zit vaak toch nog wel verbetering in, ook al zit je kind al in de vijfde. Onze dochter heeft dus wel ge, daar ook gemerkt van, ik lees het eigenlijk te snel. En doordat ik het te snel lees. Ben ik alsmaar aan het lezen en sla ik het niet goed in me op. En ben ik heel veel tijd bezig met het nog eens een keer lezen en het nog eens een keer lezen. En ik snap het gewoon niet. En zij moest dus leren om het wat rustiger te lezen. Om echt die tekst ja, in de ogen te laten zuigen, zeg maar, in de hoofd te laten komen. Een andere manier van benaderen van een tekst. En dat is ook wel fijn als iemand anders je dat leert. Want ze zitten in een patroon waar ze al jarenlang dezelfde dingen doen die. Gewerkt hebben, want ze zijn steeds overgegaan. of misschien een keer blijven zitten, we daarna weer overgegaan. Maar op een gegeven moment ontstaat er blijkbaar toch die stress. en dan kan je ook eens een stapje terug doen van. hoe leer je nou eigenlijk? Dus daar komt het bij mij in de praktijk ook wel vaak weer op terug van. hoe doe je dan zo'n tekst? Laten ze aan me zien hoe je dat aanpakt. Maar we begonnen met een dagje thuis houden. en mijn conclusie is dus. kijk naar je eigen intentie, kijk naar het. Type kind, um, is dit een kind wat vervolgens nog meer in de vermijding gaat en daar misbruik van gaat maken? Ja, dan moet je dat misschien maar beter niet doen. Maar is dat een kind wat juist moet leren om niet alsmaar te doen omdat dingen moeten? Heel streng voor zichzelf, heel erg van de regeltjes is, heel erg van de discipline is en alsmaar doorjakkert, dan moet je je kind misschien juist leren en misschien ook helpen. Dat je gewoon af en toe op de rem mag staan en dat dat helemaal niet erg is. Zeker niet als je voor die dag thuis een soort van plan maakt: ga je dan wel even dit of dat doen in alle rust, zonder dat daar de druk van lessen is en van prikkels van school. Hè? Prikkels zijn ook een belangrijke, trouwens, schiet me nu te binnen. Een dagje thuis is ook gewoon ontprikkelen. Je hoeft niet sociaal te doen. Je hoeft niet. Uh, te doen wat een docent zegt. Je kan gewoon even helemaal in je eigen bubbel zitten. Dit zijn vaak ook wel de kinderen die het tijdens de lockdowns een paar jaar geleden gewoon lekker hadden. Omdat ze gewoon hun eigen tijd konden indelen en omdat ze wel de discipline hadden om dingen te doen. En dat gewoon in hun eigen bubbel deden. Nou, dit soort kinderen, dus eigenlijk ook de gevoelige kinderen, die zijn er wel gebaat bij om af en toe een dagje thuis bij te tanken. Als er te veel vermeden wordt en te veel toetsen gemist worden. En daardoor weer heel veel achterstanden ontstaan, dan is het wel belangrijk om contact met school te zoeken. Van hoe gaan we hier een goede oplossing voor vinden? Ik heb laatst ook iemand gehoord die zat, geloof ik, een kind in de tweede. Had een slechte start van het jaar gehad qua motivatie, hele la lage cijfers. Maar die school had gezegd: Als jij vanaf nu goede cijfers laat zien, een betere werkhouding. dan tellen al die onvoldoendes van de eerste helft van het jaar niet mee. Ik weet niet of andere scholen dat ook doen. Het zou. Heel veel kinderen wat verlichting geven halverwege het jaar. Maar kijk gewoon eens met school wat de mogelijkheden zijn. Ze zitten daar ook niet om jouw kind te pesten. Het is in het belang van school en van je kind en van jou als jouw kind een lekkere schooltijd heeft. Nou, dat was het voor nu. Naar aanleiding van een vraag van een luisteraar. Dus als jij ook eens een vraag hebt over dingen die bij jouw kind spelen. Stuur me gewoon een mailtje, een berichtje, een appje. Je kan hieronder bij deze podcast mijn informatie vinden. En wie weet, behandel ik jouw vraag dan in een volgende uitzending. En bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende keer.